zijn vandaag in Alkmaar. Normaal gesproken komen we veel in natuurgebieden. Vandaag zijn we in een stad. En ook in een stad zijn hele mooie dingen te vinden. En we zijn vandaag in Alkmaar de Hout. En er is hier een hele mooie wandelroute, zoals hier op het bord te zien is. Het startpunt Westerhout. Mooie wandelroute hier door dit park. En we gaan eens kijken wat we tegenkomen. De Hout, zoals het in de volksmond wordt genoemd, is het oudste stadspark van Nederland. Het is hier heerlijk vertoeven op een mooie dag. Er zijn vele wandelpaden, een speeltuin en een hertenkamp voor de kinderen. Bomen die tot aan de hemel reiken en bankjes genoeg om van dit alles te genieten. Er is ook een hele mooie kinderboerderij met allerlei dieren, hele mooie pauwen. En daar staat iemand ons al op te wachten. Ik hoop niet dat hij gaat spugen. Dat is de lama. Kijk, daar zijn nu heel veel mensen, dus daar is iets aan de hand. Dus laten we even gaan kijken. Kijk, daar in de boom, in de verte, daar zie je ze al zitten. Dat zijn de lepelaars. Er zouden er een stuk of 16 zijn, maar ze vliegen ook op en neer. Ze zijn hun nesten aan het maken. Dat is heel erg gaaf. En niet alleen dat, er zijn ook reigers en eksters. We zien eigenlijk allerlei vogels. En het is wel bijzonder dat ze nu hier zich vestigen. Want normaal gesproken zijn ze vooral in het Waddengebied zien we ze. En in zo'n stadspark, dat is uniek ook voor Alkmaar. Ze komen helemaal uit West-Afrika. Gaan nu hun nesten leggen. En in juni ongeveer komen ze uit. En er komen meestal 3-4 eitjes komen dan uit. En er overleeft er eentje. En ze zijn nu druk bezig hun nest te maken. Dus kijk maar. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedparen van lepelaars in ons land. Nu zijn het er gelukkig enkele duizenden. De lepelaarpopulatie heeft zich spectaculair hersteld. Bij de lepelaars heb je als fotograaf het volgende nodig. Een telelens. Want ze zitten heel erg hoog in de bomen en anders krijg je ze gewoon echt niet goed op beeld. En voor de rest is het belangrijk als je ze in vlucht wil fotograferen dat je een hele korte sluitertijd gebruikt. Want ze vliegen heel snel. En met een korte sluitertijd dan kun je ze echt vangen in beeld. En vooral heel veel oefenen en proberen. Lepelaars zijn tamelijk zwijgzaam. Jonge lepelaars hebben een raspende bedelroep. De eerste bloemenklok lag vanaf 1931 bij het station en 20 jaar later tot in de jaren 80 in de Alkmaarder Hout. In de jaren 80 raakte de klok meermaals beschadigd door vandalisme, maar in het kader van het 400-jarig bestaan van de Hout in 2009 werd de klok in ere hersteld en weer in gebruik genomen. Alkmaarder Hout. Ik kan je aanbevelen heerlijk te gaan wandelen. Er zijn hele mooie dieren, natuur en wandelpaden hier. En ook voor de kinderen is het hier heerlijk. Want je hebt mooie speeltuintjes en de kinderboerderij.